Welkom bij het webinar Hoe procesoptimalisering uw rendement en klantwaarde verhoogt. Dit is het eerste webinar dat we in samenwerking met Rent My Brain consultants in procesoptimalisering organiseren. Een optimale organisatie en afstemming van uw bedrijfsprocessen is een basisvereiste in een goed draaiende onderneming. Loop uw interne processen spaak, dan verliest u rendement en kunt u niet de diensten en producten aanbieden die uw klanten verdienen. Procesoptimalisering is dan ook fundamenteel. Als lokale partner van KMO's wil Wolters Kluwer u hierin begeleiden en ondersteunen. Ondernemen is niet altijd eenvoudig. Maar het kan ook anders. En gelukkig staat u er niet alleen voor. Wolters Kluwer helpt ondernemers met ambitie om de volgende stap te zetten in efficiëntie, inzicht en kwaliteit. Drie pijlers waar we met Absolute ons softwarepakket voor KMO's voor gaan en voor staan. We zetten u op weg richting een meer digitale toekomst, dankzij advies, begeleiding en tools. Samen gaan we doelgericht digitaal. Wie digitaal werkt, werkt sneller en efficiënter, communiceert vlotter en ontwikkelt een duurzame vertrouwensrelatie met klanten en medewerkers. Een digitale aanpak levert bovendien een schat aan data op, die leidt tot meer inzicht in uw organisatie en business. Door verschillende digitale tools met elkaar te integreren, kan uw onderneming steeds grotere en complexere processen automatiseren. Het hart van digitale transformatie is Absolute KMO-beheer, een veelzijdig ERP-pakket voor KMO's dat tal van integratiemogelijkheden biedt. Onze lokale experts helpen u om samen de ideale samenstelling en configuratie van het pakket te bepalen. Zo hebt u de juiste tools in handen om uw concurrenten het nakijken te geven. Naast onze software kunt u bij ons ook terecht voor tips en advies en nog veel meer relevante topics voor ondernemers. Lees onze blogartikels, bekijk onze video's, meld u aan voor onze nieuwsbrief of schrijf u in voor onze webinars. Wolters Kluwer heeft in Rent My Brain de ideale partner gevonden om KMO's te helpen hun interne processen beter af te stemmen en efficiëntere werkwijzen te introduceren. De medewerkers van Rent My Brain zijn geen typische consultants, maar professionals uit de business die al diverse procesoptimaliserings- en lean management trajecten geleid hebben. Het doet me dan ook een groot plezier dat ik u vandaag mag voorstellen aan Anke van der Houwe en Ben Leo, specialisten in procesoptimalisering. En voordat zij beginnen, wil ik u nog voorstellen om al uw vragen via de chat te stellen. Kijk gewoon rechtsboven op de tekstballon en typ uw vraag. Dank u wel, Peter, voor die mooie introductie. Waarom hebben wij vandaag dit webinar? Wat mag je verwachten? Onderzoek bij KMO's door onze partner Wolters Kluwer in samenwerking met een van de grote consultancykantoren heeft uitgewezen dat heel veel KMO's hun administratie en back-office willen professionaliseren, heel vaak door middel van digitalisatie, met verschillende doelen of een combinatie van verschillende doelen, meerwaarde creëren voor de klant, het verlagen van de werkdruk, het verbeteren van het rendement of een beter inzicht krijgen in performance. Die nood om verder te gaan professionaliseren, die is er in de verschillende groeifasen van een bedrijf. Misschien nog niet zozeer in de startfase, maar wel van zodra dat je een beetje op weg bent naar stabiliteit. Dus van zodra dat er een paar honderdduizend euro aan omzet gerealiseerd wordt, van zodra dat er een aantal medewerkers in dienst zijn, vanaf dat ogenblik bestaat die drang naar procesoptimalisatie en naar verder digitaliseren. Alleen digitaliseren, dat is niet zo evident. Heel vaak levert digitalisatie niet meteen de beoogde resultaten of de verwachte efficiëntiewinsten. In de meeste gevallen wordt er daartegen twee issues aangelopen. Een eerste grote issue die men tegenkomt, is heel vaak dat men uitgaat van een bestaand proces, van een gekend proces, en dat men dat kost wat kost in een nieuwe tool wil gaan integreren. Een ander probleem dat men vaak tegenkomt, dat is dat zo'n procesverbetering heel vaak van boven of van buitenaf wordt gestuurd, waardoor er onvoldoende een holistische visie is. Maar er is ook goed nieuws. Er bestaat een methode die dat verandering zal realiseren, die dat gaat leiden tot operational excellence in administratie en back-office en die dat kan uitmonden in continu verbeteren.
Die methode die houdt rekening met waarde creëren voor de klant, met de bestaande processen binnen een bedrijf en ook met alle aspecten van een bestaande organisatie. Waaronder ook bijvoorbeeld de medewerkers. Die medewerkers gaan we niet enkel kijken naar hun competenties en hun talenten, maar ook naar hun gedrag en hun overtuigingen. Van die aanpak mag je verwachten dat die zal resulteren in meer waarde voor de klant, een beter rendement voor het bedrijf en meer tevredenheid en betrokkenheid van de medewerkers. En dat zal niet eenmalig zijn, maar op een heel duurzame wijze. Die methode noemt Lean Management. Bij Rent My Brain hebben we dat aangepast aan KMO's en toegespitst op specifiek administratie- en back-office processen. Wij gaan dat realiseren in co-creatie met jouw werknemers. En wij passen dat heel pragmatisch toe. Dus van een analysefase tot en met de implementatie. Dus wij stoppen niet na analyse of design, maar wij gaan ook effectief mee implementeren. En wie zijn wij? Peter zei het al in zijn introductie, wij zijn Rent My Brain. Onze roots gaan terug naar audit, dat is binnen EY en binnen KPMG. Maar onze echte opleiding en ervaring die situeert zich vanuit het financieel management, vanuit de mediasector, het voormalige Medialaan en de Persgroep Publishing. Ondertussen gekend als DPG Media, waar heel wat sterke merken onder vallen, zoals VTM, Q Music, Het Laatste Nieuws, Humo, dag allemaal en noem maar op. Het is die ervaring die we daar hebben opgedaan, die we vandaag ten dienste stellen van andere bedrijven. En wij, dat is niet enkel ikzelf, maar dat is ook Ben Leo. Ben heeft een boek geschreven, Op weg naar een lean cultuur. En Ben zal nu de lean-methodologie iets meer in detail gaan toelichten. Dankjewel Anke voor deze mooie introductie. Ik ga heel graag verder op het thema lean. In wat volgt ga ik een business case, een lean oefening, een lean traject meer in detail gaan toelichten, heel praktisch. Maar voor het zover is, wil ik toch wel graag wat dieper ingaan op een paar fundamentele basisbegrippen van lean. En ja, laten we dan maar beginnen met een definitie. En wij zien als definitie van lean dat het een permanente zoektocht naar perfectie is, waarbij we alle bronnen van verlies willen elimineren. En verlies, dat wordt hier gedefinieerd als alles wat de klant niet voor wil betalen. Lean heeft al een lange historiek achter de rug. Het is in wezen begonnen in de eerste industriële revolutie bij Forte. Toen dat er heel veel wagens dienen gebouwd te worden en dat men dan een systematiek heeft ontwikkeld om die via gestandaardiseerde methoden te kunnen opleveren. Tweede Wereldoorlog werd die methodiek verperfectioneerd. En daarna, bij de wederopbouw van Japan, werd die methode door Japanse ingenieurs overgenomen en geperfectioneerd. In die zin dat er vooral veel meer aandacht is gekomen voor de klant. Veel meer is gezorgd voor flexibiliteit, wat de klant wil. En tenslotte ook dat er veel meer rekening werd gehouden met de medewerkers. De basis van Lean is in wezen goed weten wat de klant wil en het ook efficiënt gaan opleveren. En dat wordt geïllustreerd door het volgende. Neem bijvoorbeeld een gloeilamp. Wat willen we graag van een gloeilamp? Wel, dat die licht geeft. Maar wat geeft een gloeilamp ook? Een gloeilamp geeft heel veel warmte dat niet gevraagd wordt. En als we diezelfde energie, diezelfde 100 watt van die gloeilamp gebruiken en we stoppen die in een laser, dan kunnen we heel gefocust gaan opereren en dan kunnen we zelfs met die laserstraal doorheen staal snijden. De boodschap hier is, Lean is niet harder werken, maar is slimmer werken. En Lean gaat veel beloven en realiseren ook. In eerste instantie gaat het kwaliteit verbeteren en tegelijk zorgen voor minder kosten. Het gaat operaties stabiliseren, daar komt straks een mooi voorbeeld van. En het gaat de vraag van de klant en het aanbod van de producent, van de diensten of van de goederen, beter op elkaar gaan afstemmen. Het gaat zorgen voor meer engagement bij het personeel en in het optimale geval, in het ideale geval, gaat het ook de weg vrijmaken voor continue verbetering.
De drie elementen die snelheid en flow binnen een organisatie hinderen, dat zijn de volgende. Dat is verspilling, variabiliteit en starheid. En verspilling wordt gedefinieerd als dingen doen waar de klant niet voor wil betalen. Variabiliteit betekent service leveren op een niet betrouwbare manier. En starheid is een starre organisatie die niet met veranderingen van vraag en van de klant overweg kan. Het is belangrijk om hier wat dieper op in te gaan, omdat, zoals we straks zullen zien, zijn de tools om deze hindernissen weg te werken geen rocket science, niet zo geweldig moeilijk. Maar het is wel belangrijk om met een lean bril naar processen te kijken en deze hindernissen te gaan spotten, te gaan ontdekken, te gaan herkennen. Laten we beginnen met de eerste hindernis, verspilling. Dus verspilling, alles wat, waar een klant niet voor wil betalen. En daar zijn de verschillende types van verspilling. Ik ga daar telkens een voorbeeld van geven vanuit de administratie, de back-office of de finance. En de eerste type van verspilling is overproductie. En overproductie is meer maken dan nodig is. Bijvoorbeeld rapporten die uit gewoonte worden opgemaakt. En het is vaak zo dat dergelijke rapporten, dat die op een bepaald ogenblik in de tijd, in het verleden, dat die nuttig waren, maar dat die op vandaag misschien niet zo relevant meer zijn. Ik heb ooit het voorbeeld gehad van een lening voor een bank, waarbij aan de aandeelhouder bepaalde ratios dienen op te leveren voor die bank, dat in het kader van covenants. Het bleek eigenlijk achteraf dat die lening al lang was terugbetaald en dat we dus voor niks die informatie aan het opleveren waren. Een ander voorbeeld, dingen die kunnen vermeden worden. Bijvoorbeeld, het is altijd interessant om de contactgegevens in een auto-aantekening van een mail te zetten. Dat is overproductie. Het tweede type van verspilling is wachten. Wachten aan de telefoon, wachten aan het onthaal of bijvoorbeeld wachten op informatie, op documenten van klanten, op antwoorden. Andere vormen van wachten zijn in wezen ook onbetaalde facturen of subsidieaanvragen. Transport. In de maakindustrie is dat heel frappant. Hè? Dat wordt hier door die heftruck gesymboliseerd. Maar ook in administratie en in finance zien we toch veel verspilling in het kader van transport. Denk bijvoorbeeld aan het verplaatsen van bestanden op een fileserver. Of denk bijvoorbeeld, wie bezondigt er zich niet aan, dat die bestanden als attachment gaat doormailen in plaats van als een link te gaan doormailen. Een vierde type van verspilling is overbewerking. En waar overproductie meer maken is dan nodig, daar is overbewerking eigenlijk beter maken dan nodig. Bijvoorbeeld, op een klantendienst hebben we al gezien dat vragen van klanten werden beantwoord telkens vanuit een wit blad, telkens vanuit een nieuwe mail die wordt opgesteld, in plaats van gebruik te maken van een template. Of bijvoorbeeld, en dat zie je ook in veel bedrijven, ik denk dat dat voor jullie, of toch voor veel onder jullie, ook herkenbaar zal zijn, dat is dat medewerkers heel mooi opgevolgd worden in een planningstoel, maar dat er dan daarnaast toch nog in een apart Excelke de vakantiedagen extra worden bijgehouden. Of nog zo'n dooddoener, documenten die in PDF worden opgestuurd, die worden afgeprint en die ook worden geclasseerd. Dat is een aantal voorbeelden, want dat zijn een aantal voorbeelden van overbewerking. Voorraad, dat is nog zo eentje, een voorbeeld dat vooral in de maakindustrie vooral frappant is. Voorraad is echt een typische vorm van verspilling. In administratie en finance laten we zeggen dat dat eerder marginaal is. Het gaat dan bijvoorbeeld over documenten die voorgedrukt zijn, kantoormateriaal of dossiers die in voorraad worden gehouden. Laten we daar maar snel over gaan, dat is minder belangrijk. Beweging. Beweging is interessant, maar kan ook tot een verspilling leiden. Bijvoorbeeld bij het onnodig zoeken naar informatie op een server of wanneer men niet de afweging maakt van een virtuele meeting. Het volgende type van verspilling zijn fouten. En fouten is wellicht de grootste bron van verspilling binnen een administratie en een back-office.
Het betekent eigenlijk zondigen tegen het principe FTR, first time right. Wanneer je iets voor de eerste keer niet goed doet, dan dien je dat te corrigeren. En bij de correctie, en de correctie duurt vaak langer dan de originele input. En we zien ook vaak dat een correctie nog eens kan aanleiding geven tot een bijkomende correctie. Als er een foute input in de boekhouding is, dan dient die gecorrigeerd te worden, bijvoorbeeld via een kredietnota. Of een ander voorbeeld van fouten, dat is wanneer er onvolledige info wordt gegeven aan een klant of aan een medewerker. Bijvoorbeeld, je vraagt aan de boekhouder van, kan je mij de fiscale gevolgen van een wagen onderzoeken, maar je laat na om details mee te geven, zoals welk type wagen of welk soort bedrijf dat je bent. Of het fout digitaliseren van dossiers en van gegevens. Is het zevende type? De eerste zeven types zijn de types die ontstaan zijn in de maakindustrie. Het achtste type, onbenut talent, dat gaat over het niet gebruiken van het potentieel van de medewerkers. Een aantal voorbeelden daarvan die we recent in de praktijk gezien hebben, dat was bij een phishing-ervaring die een bedrijf gehad heeft, dat er te weinig gehoor werd gegeven aan wat er precies gebeurd is en welke voorstellen ter verbetering of ter voorkoming, eerder gezegd, dat de medewerkers hadden. Of een andere, dat is een suggestie van een medewerker die in twee applicaties diende te werken en die dan de vraag had om twee schermen naast elkaar te hebben. Dit zijn de acht types van verspilling uit de maakindustrie. Sinds het ogenblik dat lean management overgewaaid is vanuit de maakindustrie naar de dienstindustrie, en dan spreken we over het begin van deze eeuw pas. Het begin van deze eeuw is lean management ook toegepast bij banken en verzekeringen. Nog maar 10 jaar geleden is het overgewaaid naar de creatieve industrie. En rond dat tijdstip ook zijn er in KMO's, in kleine bedrijven, in kleine organisaties ook lean-projecten geweest. En daar zien we ook een negende type van verspilling. En dat kunnen we catalogeren onder de noemer ongewenst gedrag. En ongewenst gedrag, dat kan je beschouwen als een aantal voorbeelden rond kritisch gedrag, te kritisch gedrag, wantrouwig, onnodige commentaar. Een ander type van, of een ander voorbeeld van ongewenst gedrag zijn vastgeroeste overtuigingen. Denk aan mensen die al jarenlang dezelfde opdracht, dezelfde taak uitvoeren binnen een proces, die denken dat ze onvervangbaar zijn, die ook vaak denken dat als zij het niet doen, dat het niet kan gebeuren. Dat zijn typisch vastgeroeste overtuigingen. Dat soort gedrag heeft als consequentie dat die medewerkers niet of weinig openstaan voor verandering. En dat is een moeilijke om tegenin te gaan. En dat dienen we via coachend overtuigen te gaan tegengaan. Wat we zien, dat is dat die verspillingen erkennen, dat is heel belangrijk. Maar we zien ook tegelijkertijd dat in organisaties de druk zo hoog is, dat iedereen veel te druk bezig is en dat ze evidente verspillingen ook niet gaan zien. Ziezo, dit was het eerste type van verspilling. Een tweede hindernis gaat over variatie. En variatie gaat dus over service leveren op een niet betrouwbare manier. En om dat te gaan duiden, hebben we dit voorbeeld getoond. Neem bijvoorbeeld twee piloten. En de puntjes die je daar ziet op de slide zijn de touchdownpunten van de verschillende piloten. Ik weet niet wat dat jullie voorkeur zal zijn, maar ik zou toch wel het liefst bij piloot B in het vliegtuig zitten. De kans dat piloot A eens een keer naast de runway terechtkomt, dat is toch wel niet onmogelijk blijkbaar. Dus het is belangrijk om te voorzorgen dat er voldoende consistentie is en dat er geen variatie of zo min mogelijk variatie is in de output
naar de interne of de externe klant. En de tool om daarvoor te zorgen, dat is standaardisatie. En ik heb hier weer het voorbeeld van uit de luchtvaart. Stel bijvoorbeeld dat je in het vliegtuig stapt en dat de piloot zegt van ja, ik ga de standaard veiligheidsprocedures van vandaag, ik ga die even naast mij neerleggen en ik ga mijn eigen versie ervan geven. Ik denk dat je heel snel uit dat vliegtuig zou stappen. En hetzelfde bij een atoomcentrale, daar zouden we ook niet echt appreciëren dat de veiligheidsingenieur zijn eigen creatieve inbreng gaat brengen in de veiligheidsprocedures. Dat was hindernis 2. De derde hindernis die we tegenkomen en die flow en speed binnen een organisatie tegenhoudt, is starheid. En starheid, dat is het onvermogen van een organisatie om zich op een flexibele manier te gaan aanpassen aan de vraag van de klant. En dat kunnen verschillende dingen zijn. Dat kan zijn dat de configuratie van de systemen zo is dat het moeilijk is om processen te gaan aanpassen. Dat kan zijn dat de medewerkers onvoldoende talenten, onvoldoende vaardigheden of specificaties hebben om aan de nieuwe vraag van de klant te voldoen. Het kan ook zijn dat er onvoldoende capaciteit is om aan de vraag te kunnen doen. En op vandaag is het heel belangrijk dat er flexibiliteit is. 100 jaar geleden, of al meer ondertussen, dan kon je een wagen bestellen, een Forte, één kleur, één model in het zwart. En dat was het. Op vandaag wil een klant een keuze uit verschillende modellen, verschillende kleuren, verschillende configuraties. Laten we even het overzicht geven van die verschillende hindernissen en de tools daar rond. Dus we hebben de 8 verspillingen die uit de maakindustrie komen. Ja, en de tool daarbij is eigenlijk vooral gezond verstand. Dat gaan we straks ook zien in het voorbeeld. Dat is het belangrijkste. Dus het moeilijkste is vooral het herkennen van de verspilling en dan daarna via gezond verstand die verspilling gaan tegengaan. Verspilling 9, ongewenst gedrag, dat gaan we tegen via coaching. En bij variatie gaan we standaardisatie invoeren. En bij starheid gaan we zorgen voor meer flexibiliteit. En die hindernissen, die verspillingen, die gaan we niet enkel binnen de processen zelf gaan onderzoeken, gaan herkennen. Wat dat heel belangrijk is binnen Lean, dat is dat we op een holistische manier naar een organisatie kijken en naar de hindernissen binnen die organisatie. En we beginnen in wezen altijd vanuit de klant zelf, de klantwaarde. Wat wil de klant? Welke producten of welke diensten? Wat is de behoefte van de klant? En om die producten en diensten te kunnen leveren, ja, daarvoor zijn er natuurlijk processen en tools uitgedacht en gebouwd. En die processen en die tools, die worden bestuurd door een hiërarchie, door een organisatie, door een management, die resources, die mensen en middelen gaat toekennen aan die processen en aan die tools. En die via metrics, via KPI's, gaat bekijken in welke mate dat processen en tools efficiënt worden gebruikt. En daarnaast gaan we ook gaan kijken naar de verspillingen of de hindernissen binnen de mensen. Enerzijds rond hun talenten, welke zijn de skills die de mensen hebben en wat is het verschil tussen wat ze hebben en wat er nodig is voor die processen en die tools te kunnen doen, aan de ene kant. En aan de andere kant gaan we kijken naar de mentaliteit, het gedrag, de overtuigingen en de waarden van de mensen. Zoals ik eerder zei, dat laatste is vaak het moeilijkst om tegen te gaan. En zo gaan we binnen alle bouwstenen van een organisatie de hindernissen gaan oplijsten en gaan we op zoek naar grondoorzaken van een probleem, van een issue. En om dat duidelijker voor te stellen, verwijs ik graag naar een voorbeeld uit de praktijk. Vorig jaar hebben we de vraag gekregen van een uitgeverij die een grote post openstaande vorderingen had. En die onze hulp daarbij gevraagd heeft en aan ons gevraagd heeft, kunnen jullie ons helpen met een dunningproces te gaan opzetten? Ja, natuurlijk konden wij dat.
Dat is natuurlijk wel een reactieve manier van tegen dat probleem aan te kijken. En dat is in feite dweilen met de kraan open. Dus naast dat Dunning-proces hebben we ook gaan zoeken naar de grondoorzaken. Waarom waren er zoveel openstaande facturen? Waarom waren de openstaande vorderingen zo oud? Hebben we gezien dat er verschillende onderliggende oorzaken waren waarom dat het zo was. Bijvoorbeeld, er was de back-office van een bepaalde afdeling die back-office die weinig betrouwbaar werkte. Er kwamen verkeerde prestaties op de facturen. Er werden facturen verstuurd naar foute klanten, foute naam, fout btw-nummer, fout adres en dergelijke meer. En er was af en toe wel een verschil tussen de effectieve tijdsregistraties en de uren die er op de factuur werden vermeld. Een ander issue binnen dat bedrijf was dat de communicatie tussen de verkoopafdeling en de facturatiedienst, dat die wat mank liep. En dat zien we ook dikwijls, dat in een proces, wanneer dat er de overgang is van bepaalde personen of een bepaald proces van de ene afdeling naar de andere afdeling, dat er daar wel wat issues te vinden zijn. En een ander probleem, een andere grondoorzaak van die openstaande vorderingen was dat de centrale mailbox van de facturatiedienst van dat bedrijf was oversteld met vragen en ze konden gewoon het aantal vragen niet aan. En op die manier zijn we door die grondoorzaken echt te gaan aanpakken, zijn we erin geslaagd om een fundamentele en een duurzame oplossing voor dat probleem van die openstaande vorderingen te creëren. De manier hoe dat we zoiets aanpakken, dat is in een zeer strakke methodologie. Niks wereldschokkends natuurlijk. Analyse, design en implementatie, dat vormt de kern van de methodologie. We starten met een grondige voorbereiding. We gaan kijken naar welke data zijn er bijvoorbeeld aanwezig. We gaan de scope van de oefening gaan bekijken. En vooral, en dat komt straks ook in het voorbeeld naar voren, vooral we gaan kijken naar de story. De reden waarom dat we bepaalde veranderingen willen introduceren. Daarna komt de analyse. Dan gaan we effectief gaan kijken welke zijn de issues en wat zijn de grondoorzaken van die issues. En dan gaan we in de volgende fase vooral samen met de medewerkers aan de slag om een nieuw design, om een nieuwe manier van werken te gaan opstellen. En we stoppen daar niet, hè. We leveren geen boekje af, maar we gaan ook meehelpen bij de implementatie. En naarmate dat we verder in dat proces komen, zal de betrokkenheid van de interne medewerkers altijd groter en groter worden. In het ideale geval komen we in een situatie van voortdurende verbetering. En de impact die we willen genereren, zal zich altijd op drie vlakken situeren. Eerste vlak is de klantwaarde. We proberen altijd en we zorgen er altijd voor dat er meer waarde voor de klant gegenereerd wordt. We zorgen voor een betere rentabiliteit. Dat kan zijn in minder kosten of meer opbrengsten. En tenslotte gaan we voor de medewerkers ervoor zorgen dat er meer betrokkenheid binnen het proces komt. Dit waren een aantal basisbegrippen en de manier waarop dat we lean gaan aanpakken. Laten we nu verder gaan en een concreet voorbeeld gaan toelichten. En we hebben daarvoor gekozen voor de werking en de processen binnen een klantencontactcentrum. Een kleine organisatie binnen een groot bedrijf. Het is een organisatie van een veertigtal medewerkers. Laten we zeggen een 2,5 miljoen euro kosten per jaar. En het probleem was dat de werkdruk in de loop van de voorbije jaren sterk was toegenomen. En dat was te wijten aan twee aspecten. Enerzijds was de strategie van het moederbedrijf veranderd. Ze zijn meer gaan inspelen op abonnementen eerder dan op losse verkoop, waardoor dat er dus meer klanten zijn, gebruikers zijn, die vragen stellen aan de klantendienst. En anderzijds waren er in de loop van de voorbije jaren een aantal overnames geweest waar er meer abonnementen te verwerken waren en waardoor dat er dus ook meer calls en mails waren.
Dit is een bedreigende slide die de start van dat traject duidt. In die zin dat toen we aan dit traject begonnen, hebben we te weinig aandacht besteed aan de story, aan de reden waarom dat we daar waren. De manager van de klantendienst was ook zelf geen vragende partij voor zo dat lean management traject. Het was haar directeur die dat heeft opgelegd. En ze kwam zelf af met een hele reeks verbeteringen en ze vroeg zich af wat wij daar gingen komen doen. Bovendien, en dat was nog het ergste, was er heel veel wantrouwen bij de medewerkers die vreesden, wanneer ze informatie gaven, dat ze ook hun job zouden verliezen. Dus de eerste fase, de eerste analysefase, die hebben we vooral besteed aan het opbouwen van het vertrouwen, aan het winnen van het vertrouwen. En we hebben dat gedaan door respect en door authentieke aandacht te geven voor de medewerkers. Door een aantal quick wins te gaan realiseren, die we ook maar enkel hebben kunnen realiseren dankzij de ondersteuning van het topmanagement. En dat waren, die quick wins, dat waren gewoon een paar kleine dingen. Dat waren bijvoorbeeld een paar gegevens op een scherm, die op scherm 2 of scherm 3 moesten gehaald worden en die naar het eerste scherm werden teruggebracht. Gewoon heel tastbare dingen die wel een groot verschil maakten voor de operator in kwestie. En we zijn gaan zoeken naar de grondoorzaken. En dat we dat enkel maar kunnen doen dankzij het vertrouwen dat herwonnen is. En die grondoorzaken, die hebben we... Ja, hoe doen we dat dan? We gaan workshops gaan organiseren, we gaan individuele meetings gaan hebben, we gaan de data die er beschikbaar is, die gaan we gaan gebruiken, we gaan tijdsregistraties gaan doen, we gaan zelfs in sommige gevallen, wanneer het vertrouwen voldoende is, gaan we ook mensen gaan filmen en gaan we op die basis gaan kijken naar best practices. Zo dat filmen van mensen, dat is wel heel intrusief, dus dat is echt iets waarvoor dat vertrouwen superbelangrijk is. En je zal zien, het is echt geen rocket science. We zijn erin geslaagd om de afhandelingstijd van oproepen, van calls en van mails te doen dalen met 1/3. En hoe hebben we dat gedaan? Ja, door een combinatie van verschillende kleine elementen. Denk bijvoorbeeld aan het standaardiseren van best practices. Denk bijvoorbeeld aan een beter management, een betere KPI's, een betere hiërarchie die we hebben ingesteld. Denk bijvoorbeeld aan de calls die op een slimmere manier werden gerouteerd. We zijn er ook in geslaagd om heel snel via een nieuwe planningstool stabiliteit te gaan creëren binnen de service naar de klanten toe. In de linkse slide, dat is de situatie voordat we begonnen zijn met de standaardisatie. En die lijnen in verschillende kleuren die je daar ziet, dat geeft het serviceniveau aan naar de klant dag per dag en uur per uur. En zo zie je dat bijvoorbeeld op een maandag om 2 uur in de namiddag had je eigenlijk 0% kans om beantwoord te worden. Van zodra dat we de planningstool hebben ingevoerd, dan zien we dat de variatie een heel stuk kleiner is geworden en dat we steeds een acceptabel serviceniveau hebben kunnen genereren. En die nieuwe planningstool, hoe hebben we dat gedaan? Ja, we hebben dat gedaan op basis van voorspelling. Voorspelling van wat het volume is aan calls dat er dagelijks of uurlijks binnenkomt. En dat gecombineerd natuurlijk met het serviceniveau dat we willen. En dan de juiste mensen op de juiste plaats gaan zetten in de juiste hoeveelheid. Een ander voorbeeld van nieuwe design, nieuwe werkmethode, betreft de office layout. En dus voordat we begonnen zijn aan het lean traject, was het zo, en dat zien we dan aan de linkerkant, dat het management, dat zijn de drie blauwe bollen, plus Sophie, en ik mag de naam van Sophie ook effectief gaan noemen, dat die drie blauwe bollen, dat die helemaal vooraan zaten en zelfs op een verhoogje zaten. Ja, dat is qua
teamintegratie natuurlijk niet zo optimaal. Dus dat hebben we veranderd. En we hebben de teamleaders echt bij hun team gaan plaatsen, zodanig dat er meer nabijheid is, zodanig dat er meer en betere communicatie is. En binnen die office layout hebben we ook gezorgd voor visueel management. We hebben een aantal borden gaan plaatsen. We hebben daarvoor gezorgd dat er een aantal metrics, zowel op korte termijn, dagdagelijks, als op lange termijn, werden getoond wat de betrokkenheid en het engagement van de medewerkers sterk heeft verhoogd. En zo waren er nog een aantal kleinere ingrepen die we gedaan hebben en die allemaal samen gezorgd hebben voor een productiviteit die met 40% is toegenomen. Het aantal calls en het aantal mails die er per persoon, per dag werden behandeld, is dus drastisch gestegen. En dat heeft gezorgd voor een beter rendement in eerste instantie. We zien dat de cash-out bijna van de ene dag op de andere dag gedaald is met 25%. Nu wil ik hier graag de gelegenheid te baat nemen om dit toch wel een beetje beter of meer te kaderen. In die zin dat wanneer dit callcenter de vraag niet kon beantwoorden, was er een overflow of werd de overflow gestuurd naar een extern bedrijf. We hebben gezien dat de productiviteit dat die dramatisch is toegenomen, waardoor dat er veel minder overflow was, dat er veel minder diende beroep gedaan te worden op dat extern bedrijf. En op die manier is het dus een cash-out vermindering van 25% geweest. Dit is een belangrijk aspect, want als je dat niet hebt, als die situatie zich niet voordoet, dat je externe kosten kan besparen, dan is het wel belangrijk om op voorhand, samen met de opdrachtgever, samen met u als zaakvoerder, te gaan kijken naar wat doe je met de tijd die er gewonnen wordt, de tijd die er gegarandeerd gewonnen wordt door zo'n lean-traject. En dat is heel belangrijk. Als het gaat over het ontslaan van mensen, als dat het gevolg moet zijn, dan heeft een lean-traject geen zin. Ik heb het daarnet gezegd, vertrouwen is fundamenteel, samenwerken met de interne medewerkers is fundamenteel om tot een gedragen oplossing te komen. Dus met andere woorden, als er wordt vanuitgegaan dat tijdsbesparing leidt tot of gaat leiden tot ontslagen, dan is lean management niet de goede methode, niet de goede manier. Maar als je ervoor kan zorgen dat er taken worden gedaan die toegevoegde waarde creëren door de tijd die er is vrijgekomen, dan ben je aan het goede adres met lean management. Naast het verbeteren van het rendement hebben we ook gezien dat de klanttevredenheid fundamenteel is gestegen. En we hebben dat heel nauwgezet gaan onderzoeken door telkens dezelfde drie vragen te stellen vanaf dag 1 dat we gestart zijn met de analyse tot na het voltooien van het lean-traject. En we zien dat er een substantiële toename is gekomen van de perceptie van de klanten. Maar nog het belangrijkste, denk ik, dat is dat bij de medewerkers het engagement en de betrokkenheid gigantisch gestegen is. En Sophie, de manager van het klantencontactcentrum, die dus in eerste instantie geweldig tegenstander was, die is nadien helemaal into lean gekomen. En ja, dit is een letterlijke quote van haar. Dus zij vindt dat haar team veel meer variatie en voldoening in hun werk vinden en dat ze heel gemotiveerd zijn om out of the box te gaan denken. En je ziet daar al de eerste kiem naar een continue verbetering. Dat is dat tijdens teammeetings worden er door de mensen meer verbeteringen voorgesteld. Tussen haakjes, Sophie is vandaag geen manager meer van callcenter, maar ze is lean manager in een groot bedrijf geworden. Ziezo, dit was het voorbeeld uit de praktijk. Dus we hebben gezien een aantal fundamentele basisbegrippen van lean,
toegepast in een reële case. Hoe dat nu verder in de praktijk gaat, hoe dat we onze aanpak doen, dat laat ik graag door Anke verder duiden. Dankjewel, Ben, voor deze boeiende uiteenzetting. Maar wat nu? Wel, weet dat deze methodologie universeel is. Zij is toepasbaar voor elk bedrijf, of je nu een productiebedrijf bent of een dienstenbedrijf. Het is toepasbaar voor elk proces, voor kleine bedrijven of grote bedrijven. Maar het is natuurlijk wel zo dat onze expertise binnen Rent My Brain zich voornamelijk situeert op de administratieve processen, zoals finance en HR. En binnen de back-office van operationele processen, denk daarbij bijvoorbeeld aan een planning of een facturatiedienst. Hoe gaan wij te werk bij Rent My Brain? Wel, in eerste instantie organiseren wij een analysedag. Tijdens zo'n dag leren wij het bedrijf kennen en de organisatie. Krijgen we ook een eerste zicht op de medewerkers, de processen, de issues waar tegenaan gelopen wordt, maar ook de verwachtingen, de prioriteiten en de toegevoegde waarden die wij kunnen leveren. In het kader van dit seminar en onze samenwerking met Wolters Kluwer kunnen wij zo'n analysedag aanbieden aan heel gunstige voorwaarden. Na zo'n analysedag gaan we samen een plan van aanpak bepalen. We bepalen de story, de reden waarom we zo'n lean traject zullen starten. We gaan dan ook ons team samenstellen. Dat is het veranderteam en het governance team. Dat bestaat uit externe mensen, consultants van Rent My Brain, maar anderzijds ook en vooral interne mensen. We gaan de timeline bepalen en de verschillende mijlpalen. We gaan de impact bepalen en het budget dat daar tegenover staat. Qua impact gaan we zoals steeds werken op 3 vlakken. We willen klantenwaarde creëren. We gaan zorgen voor een hoger rendement en meer betrokken werknemers. We gaan er ook voor zorgen dat er altijd een actieve kennisoverdracht plaatsvindt. En in het allerbeste geval is dit dan ook de start van een lean cultuur. Dat brengt ons bij het einde van het seminarie. Dus dan geef ik nu heel graag het woord terug aan Peter. Bedankt voor deze boeiende uiteenzetting. Het spreekt voor zich dat software een belangrijke rol vervult in het succesvol uitvoeren van procesveranderingen. En dat is, niet toevallig, een van de specialiteiten van Wolters Kluwer. Ik neem van de gelegenheid gebruik om Absoluut KMO-beheer aan u voor te stellen. Een softwarepakket dat onmisbare functionaliteiten zoals aan- en verkoopbeheer, stok, productie, kassa, maar ook service- en installatiebeheer bundelt in 1 krachtig ERP-pakket. Optimaliseer en automatiseer tijdrovende interne processen. Win tijd dankzij de geïntegreerde apps voor techniekers, salesmensen, voorraadbeheerders en krijg inzicht in uw data dankzij automatisch gegenereerde rapporten. Koppel Absoluut KMO-beheer aan Absoluut Boekhouding. En ook externe oplossingen voor bijvoorbeeld het runnen van uw webshop of het goedkeuren van facturen en onkosten worden door Absoluut ondersteund. Zo bouwt u stap voor stap uw eigen Absoluut ecosysteem uit, waarin alle tools en applicaties perfect met elkaar communiceren en op elkaar afgestemd zijn. U vindt meer informatie over Absoluut op onze website. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit webinar. De chat blijft nog een half uurtje open, dus profiteer ervan. Surf zeker ook eens naar onze website voor meer info over onze andere webinars. U vindt er tal van artikels en video's en u kan er zich inschrijven op onze nieuwsbrief Doelgericht Digitaal. Wil u meer weten over het consultancy-traject van Rent My Brain en over procesoptimalisering via Lean Management Methodiek? U ontvangt na de webinar een mail. Vul het contactformulier in. De eerste 20 antwoorden ontvangen gratis het boek Op weg naar een Lean cultuur. Met dank aan Rent My Brain en auteur Ben Leo.